We gaan snel naar de zaken van vanavond. Om te beginnen Bilthoven, waar de 81-jarige oud-minister Els Borst Eilers vorige week maandagavond dood in haar garage werd gevonden. De afgelopen dagen veel forensisch onderzoek in en rond haar woning aan de Ruisdaallaan. En eergisteren kamde de ME nog een bosperceel in de omgeving grondig uit op zoek naar mogelijk relevante sporen. En vandaag ook nog weer sporenonderzoek rondom haar huis. Vanavond in de studio, meneer Jent. U bent vanavond bij ons omdat u toch graag een oproep naar getuigen wil doen. Even eerst de laatste stand van zaken. Wat staat er nu op dit moment vast? Nou, wat we weten is dat mevrouw Borst zaterdag 8 februari, anderhalve week geleden, dus aan het eind van de dag, is vertrokken vanuit Amsterdam. Ze was bij een partijcongres van D66. Daar heeft ze vervolgens het openbaar vervoer genomen naar Bilthoven. En vandaar met de auto een blauwe Renault Clio, daar hebben we het kenteken van, 76 RBF7. Naar de Ruisdaallaan gereden is. En vervolgens weten we dat op de 10 februari... ongeveer om 6:45 zij gevonden is door vriendinnen in de garage waar de deur nog van open stond. Ja, we willen vanavond eigenlijk de hulp van de kijkers hebben om in kaart te kunnen brengen wat er nou precies allemaal gebeurd is. Nou, heeft u al eerder een oproep gedaan naar mensen die mevrouw Borst nog hadden gezien of misschien ook hadden gesproken na dat partijcongres. Ze kan dus ook in haar auto zijn gezien. Een soortgelijke Renault Clio dus. Vanavond, meneer Jens, wilt u daar een oproep aan toevoegen waarbij u zich eigenlijk wat meer richt op haar huis? Ja, we realiseren ons wel dat het een hele brede oproep is, maar ja, elk klein detail kan voor ons toch heel belangrijk zijn in het onderzoek. We willen vanavond in contact komen met iedereen die iets gehoord of gezien heeft in de omgeving van de woning aan de Ruisdaallaan in Bilthoven. En dan gaat het ons specifiek om de periode zeg maar, van zaterdag 8 februari, van het moment dat ze daar het congres verliet in Amsterdam, tot zondag, tot maandag de 10e, dat ze dus werd gevonden daar. Of misschien ook wel in de periode daarvoor. Exact. Ja. Is er eigenlijk al duidelijk of er een relatie is met bijvoorbeeld een woninginbraak? Nee, vooralsnog zijn in het onderzoek zeg maar, geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn geweest van een inbraak. Goed duidelijk. We gaan nog even kijken naar precies de plek. Waar ligt die Ruisdaallaan in Bilthoven? U ziet het hier op de kaart. Bent u daar dus tussen de 8e en de 10e geweest of doorheen gekomen, gereden? Neem dan contact op. Wat voor dingen kunnen nou belangrijk zijn? Ja, voor ons is op dit moment echt alles belangrijk. Hè? Dus hebben mensen daar gelopen? Hebben ze iets gezien? Zijn er auto's geweest? Auto's bijvoorbeeld weggereden die normaal gesproken die daar niet thuis horen? Nogmaals, we realiseren ons echt dat het een hele brede oproep is. Maar ja, in deze fase kunnen we gelukkig, of helaas moet ik zeggen, niet specifieker zijn dan dit. We hopen dus dat door informatie van de kijkers we de puzzel compleet kunnen maken. En als we meer informatie hebben, dan kom ik natuurlijk heel snel terug hier. Dus, heeft u iets gezien daar in de buurt dat misschien wel kan helpen om in kaart te brengen wat er met oud-minister Els Borst is gebeurd? Bel dan alsjeblieft nu de tiplijn hier in de studio 0800 60 70. En we houden u dus uiteraard op de hoogte over deze zaak.